De achterstand van vrouwen in de politiek is te wijten aan hun passieve houding. In sommige gevallen hoor je dat het ligt aan historische en soms culturele factoren. Dit waren speerpunten tijdens de derde discussieavond TAKI. Aan de orde kwam dat het opmerkelijk is dat er nog vrij weinig vrouwen in de Surinaamse politiek in vooruitgeschoven posities worden voorgedragen. Panellid Patricia Etnel is het niet eens met de stelling. Volgens haar zijn er genoeg vrouwen in de politiek. Volgens mede-panellid Angelique Del Castillo heb je meer vrouwen in de top nodig, omdat daar het verschil uitgemaakt kan worden. Maar wat we zien is dat de doorgroei van de vrouwen binnen de politieke partij naar de top toe vaak genoeg het probleem is. Maar aan de basis zitten er genoeg vrouwen die vooral hard werken in het veld. En dan denk ik aan de vrouwen die ervoor zorgen dat het werk wordt gedaan. De propagandisten, om het zo te noemen, dat zijn veelal vrouwen. Je ziet heel weinig mannen die het werk van propagandist op zich nemen. Dus de basis van de politieke partijen, daar zitten de vrouwen. Het is leuk om aan de basis te mogen meedoen, maar het is belangrijker mee te bepalen. En daar hebben we veel meer vrouwen nodig. En waarom ze daar niet zijn, heeft te maken onder andere met dat ze vaak niet gemotiveerd worden. Ook veel politieke partijen hebben niet de traditie van echt trainen en opleiden om naar de top te groeien. Het is een beschermde positie over het algemeen. Daarnaast is de politiek in ons land vaak heel grof. En zijn vrouwen daar voorzichtig mee, weet je, de wijze waarop over je gesproken wordt, waarop je geportretteerd wordt, maakt dat mensen soms huiverig zijn om naar die toppositie te gaan. Volgens panellid Jennifer Geerling-Simons ligt het niet aan de passiviteit van vrouwen dat ze niet vooruitgeschoven posities krijgen. Anneke Kerto meent dat vrouwen niet passief zijn, maar dat ze worden tegengehouden voor doorgroei binnen de politiek. Dat is de workload van vrouwen, dat heb ik niet eens gezegd. De Wereldbank en allemaal hebben dat onderzocht. De workload van vrouwen is wat dat betreft dan groter dan van mannen. Dus dat is een barrière als vrouwen daar naar kijken of ze dat aankunnen. Verder hebben we de opvoeding. Jammer genoeg heb ik zelfs tot vandaag nog meegemaakt dat aan kleine meisjes vaak toch wordt geleerd dat ze niet alle dingen kunnen. Dus ze hebben daar die extra barrière mee te nemen. En kleine jongens denken vaak dat ze dingen kunnen die ze eigenlijk helemaal niet kunnen. Dus de opvoeding van de beide geslachten, daar mogen we wat aan gaan doen. Los van het feit dat je iets wil betekenen voor het land, maar los daarvan ben je ook lid van het gezin. Of tenminste, alles moet jij doen naast jouw man. Maar dat neemt niet weg dat je toch wel wat wil betekenen voor het land. TAKI heeft als doel de kloof tussen de politiek en de gemeenschap te verkleinen door maatschappelijke, economische, sociale en culturele onderwerpen aan de kaak te stellen en te bespreken om oplossingsmodellen aan te dragen.